Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En dit keer hebben jullie bepaald dat de mensen moeten zoenen op straat. Ja, en de twee verliezers krijgen een straf. We zijn vandaag in Amstelveen, want we gaan vandaag de kusjesrace introduceren. Yes. Dat kunnen jullie thuis ook doen. Hoe ziet de kusjesrace eruit? Nou, je moet zoveel mogelijk punten zien te verzamelen. Als je één kusje krijgt, krijg je 1 punt. Als je een kusje van een man krijgt, krijg je 2 punten. Een kusje van een vrouw boven de 40, een milf, is 2 punten. Ja. Als je met een vrouw tongt, krijg je 10 punten. En als je met een man tongt, krijg je 20 punten. En dames en heren, en Giel en Steven gaan het nu voordoen. Nee. Zeker. Nee, oh. Okay. Maar er zit nog een hele leuke twist aan, want er kan namelijk maar 1 winnaar zijn. We gaan straks 15 minuten los van elkaar deze wedstrijd doen. Degene met de meeste punten wint. Maar degene die tweede wordt, ja, die moet iets heel erg ranzigs eten. En degene die laatste wordt, die moet zijn kop kaal scheren. Nee, millimeteren. Ja. Millimeteren? Ja. Ik verzin het ook niet. Nooit van mijn leven. Nooit van mijn leven. Dus zorg maar dat je wint, jongen. We worden vermoord, man. En jongens, ik ga aftellen. Komt ie. In 3, in 2, in 3, 2, 1, go! Maar mag ik jou wat vragen? Sorry. Maar ik moest zo snel mogelijk een kusje krijgen. Gewoon op mijn wang. Mag dat? Mag ja, dat? Ja? Kom, mag ik over nu? Ja? Je bent de milf. Ik vind het de milf. Tel, dankjewel. Kan je me helpen? Kan je me helpen? Mag ik 1 kusje voor jou? Yes. Mag ik ook even nu? Thomas, wat stik je nou? Wat is er 2? Yes! Ik moet deze wedstrijd ook doen tegen Thomas van der Vlucht. En dit is zijn wereld. Het is hetzelfde als je een Lilliputter laat basketballen of zo. Dit is gewoon geen eerlijke wedstrijd. Dit. Maar goed. Hoppa! Ja! Hoppa, oké, weer 2! Oké, tegelijk. Nou, let's go. Ben ik nog? Dankjewel, jongens. Jezus, wat kut, hè. Kom hier. Top. Mag ik voor jou een kusje? Ja? Lekker, top. Okay. We moeten gewoon even voor die tongzoen gaan. Dan hebben we meteen 10 punten. Dames, jullie moeten mij even helpen. Mag ik even een kusje? Mag ik jou een kusje? En dan krijg ik 10 punten als ik met iemand tongzoen. Oh nee, dat ben ik helemaal niet. Nee. Oké, jammer, helaas. Hallo. Wilt u mij een kusje op mijn wang geven? Van, ik ben aan het afstrepen. Nee? Ja, mag ik een kusje? Ja, voor u ook. Bam, kijk, ze toppers, dankjewel. Hier ook mooie kussens. Maar dat zijn niet de kussens die ik zoek. Okay. Ja, ik zoek een kusje om een lekker handje. Ja, precies. Ja. Wilt u mij een kusje op mijn wang geven? Omdat? Ja. Toppie, netje. Dankjewel. Mag ik een kusje op mijn wang? Toppie. Omdat ik u aardig vind. Ja, precies. Nou, dankjewel. Wat lief, dankjewel. Hoppakee, weer er een bij. Ik pak een kusje van jou, ja, natuurlijk. Dankjewel. Wil jij mij een kus op mijn wang geven? Doe het, ja. Yes! Tongzoen van een man is 20 punten, maar dat... Ja, natuurlijk kus je bent wel. Kijk, top! Wil je me helpen? Je wil me wel een... Nou, oké, dan doe ik mijn ogen dicht. Als top, man. Dankjewel. Ja, wil je nou door oude mensen worden gezoend? Ja, dat wil ik. Top, mag ik? Yes! Oma wil ook. Ja, toppie! Hoppa! Hey, hier, geef me! Toppie! Bam! Huppakee! Ja! Top! Goed zo! Ja, wilt u mij misschien alleen een kusje op mijn wang geven? Ja, hoor. Ja? Super lief, dankjewel. Mag ik alsjeblieft een kusje op mijn wang? Helemaal niet. Godverdomme. Fuck, ik moet wel even punten gaan verzamelen gewoon. Oké, even een kusje. Kijk eens, dankjewel. Can you give me a kiss? Thank you very much, can you give me a kiss too? Thank you. Ik moet in een kwartier tijd zoveel mogelijk kusjes zien te verzamelen. En anders word ik gemillimeterd. En you? Please. Dus, en bij een tongzoen krijg ik 10 punten. Thank you. Yes, thank you very much. Thank you. Als we gemillimeterd. Doe het niet. Wat doe jij? Dit is mijn plek. Mag ik ook eentje? Mag ik ook eentje? Mag? Nee. Ja, heel goed. Lekker dit. Top. Team Thomas. Hoeveel heb jij? What the fuck? Ah, het is een hele lijst al vol, hè? En daar is ook. Rus, mag ik een kusje voor jou? Hoppa, kijk. Kusje. Hoppa. Mag ik een kusje? Ik kan natuurlijk wel gewoon dit doen. Hoppa, 2 punten in de pokers. Bam, dat is er weer eentje bij, hoor. 400 punten heb ik, ouwe. Ja, hoppakee. Hoppa, voor jou ook. Top. Ik heb 400 punten. Ja, zeg. Goedendag, ik ben met een kusjeswedstrijd bezig. Ja, ik ben met een kusje. God, waar is Giel? Ga slapen. Tuurlijk ben ik een kusje, dankjewel. Hoppa. Dank.
Dat gaan we zeker niet doen. Dit gaan we zeker niet doen. Dit gaan we zeker niet doen, nee. Bij de Facebook voel ik me altijd thuis, maar ik weet niet of dat wederzijds is. Lieve schat, ik heb je hulp nodig. Ja. Ik moet zoveel mogelijk kusjes krijgen op mijn wang. Ja, als ik twee. Top. Yes. Dankjewel. Kom hier. Huppatee. Dat zijn er al drie. Yes. Jongens, jullie zijn fantastisch. Dankjewel, hè. Heel snel, heel kort. Nee, het gaat echt niet. Kom nou, heel kort. Kom even. Kom even. Nee. Kom nou even. Heel snel, heel snel. Niemand die het ziet. Ja, zo, klaar. Laat de tong zoen. Hoppa. Lekker. Wilt u met mij misschien een kusje op mijn wang geven? Ja, wilt u dat doen? Oh, laten we eerst even uitgaan. Ja. Dank u wel, mevrouw. Fantastisch. Dank u wel. Doei. Doei. Alsjeblieft, help me. Damn it. Kijk, hier is de mooiste vrouw van Amstelveen. Ik heb dus een kusjeswedstrijd. Tongzoen krijg ik 10 punten. Nee, ik heb een vriend, sorry. Oh, oké. Okay, dan gaan we. Ik wil wel een kus op je wang geven. Ja, dan doen we dat. Oké. Okay. En je nummer is? Ja, oké. Okay, ik ga. Nee, bedankt, hè. Tijd zit erop, ouwe. Ja, niet slecht, denk ik. Ik denk niet, ja, het is heel ongemakkelijk en het ging niet super goed, maar alsnog heb ik best veel punten. Alleen, dit telt natuurlijk allemaal niet mee, maar dat ga ik de jongens niet vertellen. Ik ben benieuwd hoe zij het hebben gedaan. Ik weet eigenlijk sowieso dat Thomas sowieso heeft gewonnen. Ik denk dat ik echt de sjaak ben, maar goed. Nou, jongens, hebben we lekker gekust? Ik vond het zo intens ongemakkelijk. Heel niet normaal. Ja. Niet normaal. Laten we sowieso al nu al zeggen, ik denk dat jij gewonnen hebt. Dat denk ik ook. Ik heb moeilijk veel blauwtjes gelopen. Ik heb nog nooit zoveel blauwtjes heb gelopen als vandaag. Ja, maar waarschijnlijk heb je ook heel veel kusjes gekregen. Ik heb het volgens mij nog best goed gedaan. Ik heb 26 punten. 26 punten. Oh, ja, ik heb dit voor de grap opgeschreven. Tongzoen met man, dat heb ik niet gedaan. 26 punten heb ik. 26, oké. Okay. Nou, Giel, hoeveel heb jij er? Ik heb er 117. 117? Ja. Jij toch? Lul je nou? Hoe heb jij er? Ik heb 54. Oh, ik heb gewoon gewonnen! Ik heb gewoon gewonnen! Ja! Wat? Hey, gefeliciteerd, ouwe. Yes! Fuck! Dat betekent, kijk, God helpt ons aan. Jij gaat lekker iets goors eten en ik moet kaal. Jij moet kaal, Pink! Ja. Jij moet kaal! Jij moet kaal! Ja. Oh, nee! Grappig, heel grappig. Maar we gaan eerst even eten, want ik wil ook even lachen vandaag. Wat een kutzooi, hè? Ik heb honger! Wat denk je dat het is? Ik ben bang dat het levend is. Ik weet serieus ook echt niet wat het is. Nee, ik weet het ook niet. Ik hoop dat het gewoon niet levend is. Dan heb je hem, hoor. Beste Thomas, ik heb voor jou meegenomen een gekookte tong van een kalf. Oh! 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 Ik kan geen eens kijken, zo vieze. Hoe kom je hier aan, Pik? Ja, waar hou je dit vandaan? Daar heb ik heel veel moeite voor gedaan. Ja, wat is dit? Ik zal het uitleggen. Kijk, dit is de tong. Dit is de tong. Ja, jij moet straks dit velletje, dat witte vel moet je eraf gaan snijden en dan de tong van de kalf opeten. Altijd al een stukje tong willen eten. Ja, alleen wel als een tong. Nou, bon appetit. Zo'n klein hapje. Dat valt mee. Maak een stukje. Hey, je mag ook helemaal hebben, hoor. Nee, geen probleem. Even proeven. Maar dit ziet er zo ranzig uit, vriend. Ja, die moet je, komt hierna, hè? Ja, die lekker in je hoofd. Ja, serieus, dit kun je ook eten. Ja. Dat kan ik echt niet eten. Nou, het is niet vies, hoor. Als je nou hier een hapje van neemt, bon appetit, hè. Hebben we geen peper of zout? Nee, helaas. Oh, hij is... Oh, nou, geef het ding nog even een tongzoentje, dan vind ik het mooi. Even tongen. Even tongen. Even lekker. Oké, top. Tot volgende week. Nee. Jij gaat kaal. Ik haat jullie zo, hè. Naar de kapper. Niet nu al beginnen, gast. Nee. Alles gaat eraf, hè. Alles gaat eraf. Nou, geniet er nog mee, Elf. We kunnen ook gewoon steken. Is niet leuk. Voor niemand mis. Nou, meneer. Nee, dit gaan we niet. Dit is echt heel. Ik wil wel graag ademhouden. Nou, Steven, succes. Nee, gast! Nee, Giel, doe normaal, man. Wat een hel. Een staartje verdraaid goed. Wat een hel. Oh, wat lelijk. Bro, dit is echt veel afgek. Zeg je dat het goed zou of moeten we nog even door? Ik ben hier helemaal niet blij mee. Nee, ik wil dat zij het even mooi gaan doen. Want ik moet hier gewoon mee lopen. Ja, maar dit is het, want er kan niet meer vanaf, hoor. Dit is het gewoon. Goed zo. Nee, ik ga jou helpen met DJ. Steven wordt momenteel weer een beetje netjes gemaakt. Omdat hij natuurlijk de boel hebben verneukt. Ondertussen ga ik even de moeder van Steven bellen. Hi, oké. Luister, ik wil even iets laten zien aan je. Laat maar zien. Wat is dit nu weer? Ik heb verloren. Ik moest kaal. Oh, nee. Ja. Giel,
Wat? Wat is dit nu weer? Veel te erg piezen. Je gaat niet helemaal kaal, hoor. Ik ben al kaal. Kijk mijn hoofd. Ik ben helemaal kaal. Nee, mama, ik hou van jou. We gaan even door. Ik ben helemaal klaar mee. Tot volgende week, jongens. Maar hij is weg. Helemaal top. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van mijn nieuwe chapsel vinden. Laat even weten in de reacties wat jullie ervan vinden van haar. En vonden jullie het een superleuke video met goede straffen? Geef dan alsjeblieft zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Je kan ons volgen op social media, Twitter, Facebook en Instagram. En we zien jullie heel gauw weer. En we hebben eigenlijk wel een paar nieuwe originele opdrachten nodig. Dus ga naar onze website, dien die opdrachten in. En wie weet voeren wij die voor jullie uit. Later!